shit. Maar wat is dit, Thijs? Ja. Knol Power! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuw vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen hier in dit hotel. Midden in het centrum van Londen. En jullie kunnen ook wel zien dat het best wel een bijzondere kamer is. Eigenlijk ook best wel een bijzonder hotel. Het bed is echt super tof. En je ligt ook wel aardig hoog, zoals jullie kunnen zien. En ik heb echt heerlijk geslapen. Er is namelijk een verhaal wat rondgaat in dit hotel blijkbaar. En dat heb ik ook bevestigd gekregen van iemand via DM. Die stuurde mij een DM van, yo Enzo, ik ben er ook geweest. En het is een 300 jaar oud gebouw. Het is nog precies hetzelfde. En ze zeggen dat het daar spookt. Het heeft ook iets te maken met Harry Potter of zo. Ik heb echt geen flauw idee. Maar ik heb er niks van gemerkt. Ik zal het straks eens aan Thijs vragen. Maar ik heb echt heerlijk geslapen. En dan hebben we hier ook nog de badkamer. Die ook super nice is. Ik heb echt heerlijk gedoucht. Het is nog wel steeds een beetje gek dat als je gaat plassen, dat je de hele tijd bekeken wordt. Maar hey, goedemorgen. En de kraan snap ik niet. Dat is wel even een dingetje. De kraan snap ik niet. Want je hebt hier heet en die zet je dan aan. En dan heb je hier koud en die zet je dan ook aan. Alleen betekent dit dat je dan gewoon heet water moet pakken en koud water moet pakken. En dan in het midden gaat wassen ofzo? Meestal heb je toch gewoon één kraan. Maar hier heb je twee verschillende kranen. Eén voor koud, één voor warm. Ik snap dat niet. Misschien kan iemand me helpen dat in te vullen. Die vraagteken. Maar goed, ik heb de sleutel. En we gaan even naar Thijs toe. Die slaapt een kamer boven mij. Maar als het goed is, is die beneden. Goedemorgen, man. Lekker geslapen. Ja, man. Jij ook? Ik ook, man. Ik kan eigenlijk een uur in het bed liggen. Heb je helemaal niet het idee gehad van het spookt hier of zo? Nee, jij wel. Nee, ik ook niet. Maar het verhaal gaat hier rond dat het blijkbaar hier ook kan spoken. Wat zeg jij? Ja, nee, serieus. Echt? Ja, het is maar goed dat ik gisteravond niet aan jou vertelde. Ja, dan ga ik niet slapen, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Ik heb de nacht doorgaan. Good morning. Good morning. Wij gaan ergens ontbijten, man. Yes, let's do it. Laten we dat doen. Hoe werkt het? Dat mag jij doen. Dan staat er weer een beeld uit in die kant. Het is gewoon deze bovenste, man. Hoppakee. Alsjeblieft, jongen. Ik had het toch net over dat ik van iemand een DM kreeg. Van Lauren is dat. En dat ze vertelde dat het daar spookt. Toch? Ja, dat klopt, dat klopt. En nu zegt ze, nou die man die daar werkt, die vertelde dat er heel vroeger ooit een gast was. Die waarschijnlijk vermoord is door iemand die daar werkte. En die hebben ze gewoon onder het bed verstopt, zodat er gewoon nieuwe mensen in konden slapen. En dat het soms gewoon spookt, rare geluiden, als die man s'avonds alleen bij de receptie zit. Gast. Vaag toch? Ja, dat is echt heel vaag. Dat is echt heel vaag. Lichaam onder het bed? Ja, dus iemand is vermoord en ja, er komen nieuwe gasten. Dus wat doe je dan met het lichaam? Die verstopt je onder het bed, zodat er gewoon nieuwe gasten kunnen slapen. Precies. Heb je onder je bed gekeken? Ja, laag of twee. Ik dacht al, dat klopt iets niet. Ik denk, je gaat het niet vragen, doe ik wel hoor. Waarom stonk het zo bij mij? Hoor. Ja, daarom. Hey. Kut. Het stonk echt heel erg bij Thijs. Nu snappen we het gewoon. We hebben allebei niet echt een idee wat het is. Maar het is echt knijters lekker. En de koffie hier is ook echt super goed. Althans de cappuccino. Damn, leven is goed in Londen, man. Leven zeker in Londen. We gaan hier wonen, dus... Ja. Ja, jij zou hier wel willen wonen, hè? Ik zou wel willen wonen. Ja. Ja, ik heb echt naar mijn zin. Ja, ik merk wel dat er is altijd wat te doen. En er gebeurt altijd wat. Maar gewoon echt elk moment. Er zit nu echt al iets van een half uur lang een zwerver aan de overkant. En die zit de hele tijd te schreeuwen en te praten. Echt, ik weet niet wat voor bullshit allemaal. Maar die is helemaal de weg kwijt. En ja, er lopen gewoon echt honderden mensen langs in een kwartier. En het is gewoon leuk om zo in zo'n klein straatje te zitten als deze. En gewoon... Ja, gewoon lekker te chillen. Lekker te ontbijten. Lekker. Super. Kijk deze guy. 1, 2, 3, 4, 5 honden. Oké, we gaan de hotelkamer verlaten, mensen. Ik heb hier mijn tas ingepakt. Ik heb daar de sleutel liggen. En ik ben er helemaal klaar voor. Maar laten we toch nog even een check gaan doen. Of er nou daadwerkelijk niks onder het bed ligt. Want ik vind die berichtjes van Lauren toch een beetje eng. Gelukkig is het niet avond.
Want dan zou het helemaal creepy zijn. Maar laten we toch nog even een kijkje nemen onder het bed hier zo. Oeh! Oh! Oh shit. Oh shit. Oh shit, mensen. Oh shit. Dit is wel creepy, man. Dit is wel echt creepy. Oh mijn god, kijk gewoon voeten. Gewoon voeten die uitsteken. Oei, joh, er ligt gewoon echt een... Er ligt gewoon een lijk onder mijn bed. Ik ga hem eronder vandaan halen. Of haar, ik weet het niet. Holy shit. Oei, joh, het is zwaar. Oei, joh, het is zwaar. Oei, joh. Ik ga me richting de camera trekken, ja. Oh, laten we kijken. Wie? Oei, oei, oei. Dit is jouw kamer. Dit is mijn kamer, man. Wat doe je hier? Oh bro, ik kan zo slecht neppe shit maken. Ja, ik heb tranen in mijn ogen. Oh joh, ik heb alleen maar lopen lachen. Lijk ligt de rat gewoon zo. Hè? Ja, lijk ligt... Ja, ik weet niet hoe een lijk ligt eigenlijk. Je past er niet helemaal in. Moet ik daar weer die deken pakken? Ja bro, hier moeten we in. Ik dit is zwaar, joh. Gaan we hier zo liggen aan deze kant? Ja, dan wel. Oh ja, dit is gewoon rollen. Oh no. Uit? Ja! Hé, hey, wat zijn deze Yeezy's? Hey, doe je schoen uit, ik ben grappig. Ja. Moet ze wel even uit beeld leggen. Ja, ik leg die schoen uit beeld. Oh, wacht, ik moet sowieso jouw schoen uit beeld leggen. Tas ook even weg. Lig je goed? Ik kan niet ademen. Nee. Oh, het is echt heet hier, maar. Ik weet niet of ik dit kan zonder te lachen, man. Ja, ja, ja. Oeh. Ja. Het is tijd om de hotelkamer te verlaten. Wacht even, man. Dit is zo dom wat we gaan doen. Dit is echt zo dom. Dit was echt de slechtste grap van het jaar. Echt ongelooflijk. Oké, laten we onze spullen pakken. En dan gaan we naar Oxford Street. Bro, laten we in deze winkel gaan, man. Candy World. Wow. Ja, dat liedje van Post Malone. Candy pain with the white on top. Na 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 na. Candy pain with the white on top. Hey, trapperbril, man. Let's go. Een trapperbril, ja. Oh, dat is wel echt. Heel veel snoep hier. Echt heel veel snoep. Ik liep ook de hele tijd in die snoepwinkel met mijn appel. Maar we zijn dus nu in Oxford Street. En dit is dus een straat, helemaal lang, aan beide kanten. Met superveel winkels. Kledingwinkels, brillenwinkels, schoenenwinkels, snoepwinkels. En nog veel meer winkels, telefoonwinkels. Eigenlijk alles wat je wil tijdens het shoppen, kan je hier wel vinden. En hoe nice is dit? Hier weet je gewoon, oké, we moeten nu links kijken. En aan de andere kant staat er look right. Dus dan weet je gewoon dat als je oversteekt dat je naar rechts moet kijken. En dat is sowieso puur gemaakt voor de toeristen. Voor ons dus. Die gewoon moeite hebben met waar moet je nou heen kijken. Omdat gewoon alles omgekeerd is. Dit is de schoen waar Thijs naar op zoek was en je liep gewoon voorbij. Ja, je hebt mijn jeugd. En mijn ogen zagen deze schoen en ik dacht, ik roep meteen Thijs erbij en ik trek hem in deze winkel. Thijs en ik zijn allebei gek van schoenen, dus het is wel heel erg tof als je dan met z'n tweeën aan het shoppen bent.
Dat je gewoon naar hetzelfde kijkt en hetzelfde vet vindt. Thijs heeft schoenen. Ben je blij? Ik kan het niet geloven dat hij gewoon die fucking winkel doet. Liep hem bijna die kant op bij de bro. Hij had het de hele tijd al erover en ik zag ze daar terwijl we daarheen wilden gaan. En ik dacht, Thijs, let's go. En we waren net ook in die andere winkel en toen hadden ze hem niet. Nee, en nu zei, wel. Ik moet per se die groene hebben. Loop hier naar binnen, laatste maat, mijn enige maat, 46. Hoppakee. Man to be, bro. Blij voor je, man. Thanks, we komen hier serieus een basketbal tegen. Helemaal vol met Swarovski-steentjes. Hoe sick is dat? Check dit ook. Helemaal shiny en alles. Sick, man. Oh, nice. Oké, wil je een foto maken van deze? Ze zeggen dat deze reflective is. Ik heb geen idee wat voor schoen dit is trouwens. Wow. Is dat vet? Dat is echt vreemd. Wow, maak eens een foto met mij erbij. Oké, dan krijgen jullie hem te zien, kijkers. Ja, komt ie. Komt de foto. Jullie hebben het verschil gezien met flits. Dat was de eerste foto. En zonder flits. Dat is gewoon hoe die er zo uitziet. Ik vind dat echt sick. Ik heb dat zelf ook met mijn Knolpower logo op knolpower.nl. Hey, check eventjes de website. Daar zie je namelijk mijn Knolpower logo. En als je daar een foto van maakt met flits, dan is het ook in één keer boom, vol in je beeldscherm. Dit is ook wel een hele gekke schoen hoor. Dit is gewoon stof. Huh? Dit is gewoon stof. Echt heel erg vaag. Wanneer maakt ze die schoenen af, denk je? Ligt het aan mij of is het echt super trippy? Wow, dit ziet er echt super trippy uit, hè? Wow. Het wordt gewoon niet scherp. Voor mij zit alcohol nog in mijn bloed van gisteren. Zie dubbel. Thijs had gisteren een paar wijntjes gedronken. En het is heel trippy dit. Damn. Weet je wat ik echt heel erg nice vind aan hier? De hele eerste verdieping is voor mannen. En de tweede en derde verdieping is voor vrouwen. Ik weet niet of jij dat hebt, maar ik heb echt vaak dat ik in een winkel loop. En dat ik zo kijk van oké, wat is nou precies allemaal voor mannen en wat is precies voor vrouwen? Hier is dat super duidelijk aangegeven. Dat is echt heel erg nice. Show the drip, bro. Is dit dope? Ik vind hem dope. Vind je hem dope? Mooi beertje. Lekker beertje, toch? Ik weet. Hoe zit hij? Je zou zeggen dat dit ook een beertje is, maar dit is een leeuw, een babyleeuw. Een leeuwencup of zo noem je dat. En dit is een beertje. Maar dat vind ik ook wel tof. Hey. We hebben hier een broek gevonden. Dit is echt niet normaal, hè? Ik ga een foto maken van deze broek. Dit is echt heel erg sick. Komt-ie. Oh mijn god. Check deze foto. Zo vet. Kijk eens wat we hier hebben, mensen. Een veiligheidsjasje. Alles is mode tegenwoordig. Alles kan. Alles is mogelijk. Usually dressed in black. Helemaal zwart, die Thijs. Dit zou wel een shirtje voor jou kunnen zijn, hoor. Wat staat daarop? Oh nee. No social media. Dat is geen goed shirtje voor mij. En weet je wat nog meer geen goed shirtje voor mij zal zijn? Deze. Het zou echt een hele domme zijn. Ja. Een follow. Dat zou een hele domme zijn. Dat moet je niet doen. Hier, volgens mij moet nu dat blauwe duimpje, man. Ja, lekker. Wel leuk hoor, dit soort shirtjes met van die teksten. Say my name. We hebben hier nu een montuurtje gevonden. Zo. Lady Gaga in the building. Ik ben op zoek naar mijn wielrenfiets. We zijn echt flink geslaagd. Zeker weten. Kijk, ik heb allemaal nieuwe spulletjes gekocht. Super nice. Ik ben echt blij mee. Ja man, goeie dag. Goeie sessie. Thijs, check deze baas. Hij is gewoon aan het skileren. Helemaal naar beneden, hij heeft geen eens remmen. Oh, yo. Hij ging hard. We hebben een super chill plekje gevonden hier. We zijn lekker aan het genieten. Ja, dat wil ik eigenlijk alleen even zeggen.
Het is echt super nice. Goeie vibes. Echt hele goede vibes. Het weer. We hebben het zo mee zitten met het weer. Want het schijnt zo te zijn dat het in Londen nog meer kan regenen dan in Nederland. We zitten in de taxi. We zijn onderweg naar het vliegveld. En ik heb trouwens nog wat gevonden. Serieus. Ik moet het even uit mijn zak halen. Maar toen ik kleren aan het passen was, ja, toen dacht ik, hey, wat ligt er op de grond? £2. Hé, hey, daar gaan we iets van halen zo. Nee, ik dacht, het is gewoon voor die taxichauffeur. Oh ja, zo, dat is beter. Ja, toch? Spreading the love. Ja, daarom. Dan geef ik dit gewoon door aan hem. Maar wat is dit, Thijs? Ja. Zou ik eigenlijk aan jou geven? Ja, ik was natuurlijk die nieuwe auto had. Ja. En nu krijg je het voor mij voor een leuke trip. Oké. Wee, yo! Wee, yo! Boom! Let's see. What? Skitski! Dat ben ik gek! Hey, dit is die echte drip, hè? Dit is sick. Dit is sick. Je hebt me gewoon op stier gezet van Lamborghini. Ja, bro. I got you. What? Nu heb ik echt het ziekste Lamborghini shirt die er is. Ja, man. Wow, en ook gewoon hier op de voorkant. Ja, toch? Keihard, hard, man. Hey, I got you. Keihard. Deze ga ik sowieso rocken. Niet alleen als ik in mijn auto rijd. Altijd raar. Tijdens het werk, op de wc. Ik neem die een keer mee naar Lamborghini als ik erheen ga. Doe dat. Om te laten zien. Ze passen gelijk in logo. Lamborghini Nederland heeft alleen maar dit logo. Hey. Helemaal zelf gedesigned. Ja, man. Speciaal voor jou. Voor de mensen die het niet weten, Thijs is een designer. Dus ik weet wel dat hij dit zelf heeft gemaakt. Maar voor de mensen die het niet weten, hij heeft het helemaal zelf gedesigned. We gaan er weer vandoor. Ja, nu komt er wel even binnen dat we echt weer naar Nederland gaan. Daar staat het vliegtuig. Let's go! Kijk wat Thijs heeft. Een bakje water. Blikje in die water. Oh nee, plastic bakje in de water. Thijs krijgt hier serieus een... Ik weet al hoe het moet. Wat is dit? Zo, dames en heren. Ik ben weer thuisgekomen. En Thijs nog niet. Ja, wel bij mij, maar nog niet bij zijn eigen huis. Bro. Jij gaat naar huis, bro. Yes, het was bro. Een keiharde trip. Niet normaal. Zo lang niet gezien en zo gekke vibe. Zo gezellig gehad. Het was echt heel erg tof. Hopelijk hebben jullie ook genoten. Ik zou zeggen, vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik check jullie baas morgen hopelijk bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power.